Stichting We Trus Renang zal voor 2024 streven naar het betrekken van meer leiders bij haar missie. De stichting gelooft namelijk dat leiders van allerhande organisaties in de samenleving, zoals overheid, politieke partijen, bedrijven, jeugd, buurt- en sportorganisaties, religie, verenigingen en stichtingen een belangrijke bijdrage kunnen leveren. Een ander belangrijke sociale omgeving is natuurlijk het onderwijs. We Trus Renang zal ook in 2024 de reeds begonnen samenwerking met het MINOC voortzetten om waarden en normen een prominentere rol te geven op onderwijsinstellingen. Het productiekredietfonds PKF, dat op 28 april 2023 officieel van start is gegaan, is intussen ruim 8 maanden actief, waarbij er door het ministerie van Financiën en Planning een eerste inleg van 100 miljoen SRD is gedaan in het fonds. Dit fonds is bedoeld om de economische groei en ontwikkeling in het land te stimuleren door kredieten te verstrekken ten behoeve van de productie in verschillende sectoren en districten. Tot op heden heeft het fonds in totaal 51 aanvragen ontvangen voor een gecumuleerd bedrag van ongeveer 73 miljoen SRD, waarvan tot nu toe ter waarde van ongeveer 15 miljoen SRD aan kredieten is goedgekeurd, 22 miljoen SRD is afgewezen en de rest momenteel in behandeling is. De meeste aanvragen zijn vooral voor uitbreiding van faciliteiten. Het jaar 2023 is afgesloten met 69 verkeersdoden, bevestigt politiewoordvoerder Milton Kensmill. Opvallend is dat onder de verkeersdoden veel jonge personen zijn, onder wie bromfietsers. Een aantal verkeersdoden is veroorzaakt door mensen die dronken deelnemen aan het verkeer. Verder heeft de afdeling ANRS van het Korps Politie Suriname in 2023 tijdens controles op de Johan Adolf Pengel Internationale Luchthaven tientallen passagiers aan wie een verkeersboete was opgelegd uit de rij gehaald. Deze passagiers kregen de gelegenheid om hun boete ter plekke te betalen voordat zij hun reis konden voortzetten.